En van harte, goeiedag. We zijn er weer live vanuit de studio's van DTV met een nieuwe aflevering van De Nieuwe Politiek. Er zijn zoveel problemen bij grondzaken op dit moment. En je weet zelf niet wat je ervan moet zeggen en wat je moet doen. Maar er zijn ook oplossingen. Zoals er problemen zijn, zijn er ook oplossingen. En vandaag zullen wij uitgebreid praten met mevrouw Jennifer Simons over oplossingen. Zaken die wij kunnen toepassen om dit probleem te verhelpen. Ze is vandaag live bij ons en ze gaat diep in de materie, omdat ze gedocumenteerd hier is gekomen. Hoe gaat het met u, mevrouw Simons? Ja, met mij gaat het goed. Maar ja. Ik mag me echt zorgen, want U zegt dat ik met oplossingen kom, jawel. Ik hoop dat de burgers die problemen hebben, nu echt definitief weten wat ze moeten doen, dat ze die wetten moeten zoeken. Ja. Maar het is niet alleen oplossingen, het is ook zorgen. Want ik zit al, wanneer was dat ding van Sabaku gedoe? Was dat een jaar? Ja, een jaar. Ja. En sinds toen heb ik aan verschillende mensen aangegeven van luister, er klopt iets daar niet. Die uitgiften zijn nietig. Er is een wet. En het blijkt nu na bijna anderhalf jaar en toch gevallen verder. Dat het nog steeds lijkt alsof die overheid niet weet dat die wetten bestaan. Of weet of ze negeren. Of die wetten gewoon negeren. Ja. En dat kan je niet accepteren. Dat is een supergrote afbraak van het bestuurlijk systeem. Ja, u praat over wetten. Over welke wetten heeft u het? Ik heb het over de decreten. We hebben decreet uitgifte grondbeleid, uitgifte domeingrond. Mm-hmm. Is het bekende decreet waarmee het ministerie werkt. Hoe domeingronden worden uitgegeven, alle procedures. Deze wet hebben wij gewijzigd in de vorige assemblee. En we hebben het niet zomaar gewijzigd. Mm-hmm. Toen we bezig waren met de anticorruptiewet. En in alle regeerperiodes heb je gehoord van er vinden dingen plaats, corruptie, grond van inheemse, noem maar op. Ik ben, vanaf ik in de politiek ben, aan het vechten met die dingen. En toen heb ik met de DNA-leden gesproken, zei van, we moeten in feite die wet vernieuwen, maar we gaan daar misschien de tijd niet voor hebben. Ja. Het is altijd een heel gedoe om zo'n wet helemaal te gaan wijzigen. Maar we kunnen wel proberen om alvast een stop te brengen aan het onder de tafel uitgeven van gronden. Want dat is het grootste probleem. Niemand weet het. Wanneer je het hoort, is het al gedaan. Mm-hmm. Of je nou in die partij zit van die minister. Of je nou president bent. Ik herinner me maar al te goed de problemen van Finne met meneer Somaggio. En minister Yontjiva. En al, hij had toen gezegd, ja, alle aanvragen moesten naar hem. Je weet wat je kreeg, maar je weet niet wat je niet kreeg. En die handtekening van die minister is goud waard. Mm-hmm.
Dus die ministers komen allemaal onder grote druk te staan. Van vrienden, familie, partijgenoten, noem maar op. En wanneer u me ook hiervoor praat, dan weet je dat ik nu, die focus die ik heb, is... Wanneer u me vraagt, wat gaat u doen als de NDP aan de macht komt? Wel, we weten wat we moeten doen. Andere partijen weten ook wat ze moeten doen. Maar die dingen worden vaak niet gedaan. Ja. En we zien dat bepaalde ministeries vooral, en zeker dit ministerie, dat er allerlei toestanden gebeuren, want uiteindelijk is er maar één handtekening nodig om jou te maken tot multimiljonair. En dat is die handtekening van de minister. En die druk is te groot voor die ministers. Dus je ziet of ministers worden weggehaald, ja, of ze gaan in de fout, of wat dan ook. Soms gaat het uit van die ministers misschien zelf, soms van anderen. In elk geval is die druk te groot. Dus we hebben toegezegd om ook die druk op die ministers te verlichten en om snel iets te doen eraan, om een stop te brengen voorlopig aan die wilde uitgifte van zaken, hebben wij besloten om die wet, die eldecreten, die zoals ze genoemd wordt, decreet uitgifte domeinplan, om die te wijzigen. En we hebben de belangrijkste wijziging die we hebben aangebracht. Mm-hmm. We hebben een paar wijzigingen aangebracht. Maar de belangrijkste? De belangrijkste wijziging ga ik dan voorlezen hier. Dat hebben we gedaan alvast in artikel 1. Hebben we aangegeven dat alle aanvragen van grond worden bekendgemaakt door voor ieder duidelijke waarneembare aanplakking op het domeinkantoor, dat was al in die wet, mm-hmm, het districtscommissariaat en de bestuurspost waar de grond is gelegen. Mm-hmm. En nu, wat hebben wij toegevoegd? En in tenminste 2 dagbladen. Ja. Daarnaast vindt de bekendmaking plaats langs elektronische weg van overheidswegen en tenminste 2 elektronische media. Dat wil zeggen dat elke aanvraag zelf, mm-hmm, elke aanvraag, moet ik op Starnieuws of Suriname Herald zien, of waar dan ook moet ik het zien. Oké? Okay? De bekendmaking vermeldt de locatie waar bedoelde aanvraag ter inzage is gelegd en door de belanghebbenden kan worden ingezien. En dan komen nog een paar dingen. Mensen mogen natuurlijk protesteren en zo. Maar het gaat nu om, wat is de belangrijkste wijziging, ja, van de procedure? Ja, maar, dus, maar dit, met deze wijziging willen jullie dus dan transparantie geven. Waardoor die minister, als je een mattie bent of een familielid, en je gaat naar die minister en zegt, je moet me geven. En als je niet geeft, dan eigenlijk meer aan jou trobie, want je weigert me. Die minister kan niet meer geven zonder dat het is gepubliceerd. Oké? Okay? Dan hebben we nu bij ook bij grondinspectie hebben we een paar zaken gewezen. Voornamelijk omdat er bepaalde vormen van corruptie optraden waar de minister zelf niet van op de hoogte is. Ja. Namelijk dat grondinspecteurs foto voor alles voor je maken van een perceel. Maar uiteindelijk blijkt het niet dat het juiste perceel. Dat is nu het geval bij wat precies we nu hebben. Dus wij hebben nu gezegd dat bij de grondinspectie, brengt schriftelijk rapport uit, maar de grondinspecteur is verplicht om de coördinaten van het perceel op te brengen. Ja. En wat er dan gebeurt, en dat gaat misschien nu ook gebeuren, waarom hebben we dat gedaan? Als die grondinspecteurs deze zaak hebben gelezen, dan moeten ze goed begrijpen dat als ze de verkeerde coördinaten zouden hebben gezet en of verkeerde foto's, dat ze echt strafbaar zijn. Want het staat dus in die wet. Oké? En verder hebben we daar aangegeven dat ook de uitgifte, dus nadat de aanvraag, moet ook de uitgifte gepubliceerd worden op dezelfde manier. Dat hebben we ook in die wet opgenomen. Dat is wat betreft de elders, er zijn nog wat wijzigingen, maar het gaat nu om deze 2. Ja. Waarom focus ik op deze 2? In de anticorruptiewet, ook diezelfde anticorruptiewet, maar in artikelen die niet gaan specifiek over gronden, hebben we gezegd in artikel 13, de beruchte artikel 13, we hebben gezegd dat de publieke functionaris, dus de minister,
in de uitoefening van zijn functie verboden is om handelingen te verrichten, te adviseren en besluiten te nemen waarbij door hem wordt gehandeld in strijd met de ter zake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden of procedures. Dat betekent, daar gaan we corruptie definiëren, om voor zichzelf of voor anderen enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen en of waarbij aan de staat of staatsinstelling opzettelijk financieel nadeel wordt toegebracht. Nu staat erin onder B van ditzelfde artikel, je hebt A en B. Het gaat hier, het bepaalde in de eerste volzin, wat ik net heb gelezen, betreft onder meer handelingen en besluiten met betrekking tot A, de overeenkomsten, B, en dat wil ik de nadruk op leggen, de voorbereiding van, tussen haakjes, uitgifte van domeingrond door de bevoegde diensten van het ministerie belast met grondbeleid. Dus de uitgifte van domeingrond en de voorbereiding daarvan, dit wat ik net heb gelezen, slaat, we noemen het specifiek, en het is niet toevallig in die wet gekomen. Ja. We hebben het bewust erin gezet. Wat het probleem was. Omdat je kan babbelen over corruptie. Ja. Dat heb ik altijd gezegd. Maar je moet niet babbelen. Want de ene regering bij propaganda voor verkiezing verwijt de andere regering. Enzovoort. We hebben er uiteindelijk nooit iets goeds aan gedaan. We zijn begonnen in de vorige periode met de anticorruptiewet. Met verschillende andere wetten. Om het wettelijk kader te scheppen dat er minder corruptie en meer transparantie kwam. Dus we hebben dit daar gezet, want we wisten wat er gebeurt op dat ministerie al hoeveel jaren. En daarom spijt het me zo. Dat het erop leek alsof die burgers en zelfs misschien die advocaten Minosabi blijkbaar niet voor zich hebben dat die wet is aangepast. Dus deze zin geldt ook voor uitgiften speciaal daar gezet. Verlenging van vergunning, verlening van vergunning, concessie, noem maar op. Zelfs sociale zaken, verstrekking van sociale voorzieningen en sociale zekerheid. Ja, ja. Ja? En dan nu zeggen we ook, behalve dat die publieke functionaris, wanneer die beslissingen moet nemen over deze dingen, dan moet die minister, zouden we zeggen die minister, de vereiste maatregelen nemen om belangenconflicten tijdens de procedure te voorkomen. En een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen. Ja, ja. Dus los van wat er geëist is, dat je moet publiceren, moet jij zelf, als je merkt dat je neef je grond heeft aangevraagd, dan moet er een proces zijn in die regering, waardoor je kan zeggen van, het is wel mijn neefje, maar kijk, ik heb het niet besloten. Of ja, inderdaad. Daar gaat het over. En dan komen we bij het volgende. Onverminderd het bepaalde in artikel 17, dat heeft te maken met vervolging en zo, zijn besluiten en rechten die in strijd met de wettelijke voorschriften als bedoeld in de leden 1 en 2, wat ik heb gelezen, van dit artikel, die in strijd daarmee zijn verleend, en waarbij het overheidsorgaan niet kan aantonen dat deze in het concrete geval wel zijn nageleefd, van rechtswege nietig. Oh. Waarom hebben we een probleem over gronduitgifte nog steeds? Dat is nietig. Allemaal. Zodra het gaat over concrete gevallen, toch? Ja, ja. Dus het gaat erom. En ik wil benadrukken, want ik weet dat je zegt het gaat over concrete gevallen. Ja, toch? Maar geen geval is gepubliceerd. Dus het gaat over een concreet geval. Je hoort mensen zijn benadeeld. Ja, ja. Dat zijn concrete gevallen. Oh, okay. Die mensen moeten zeggen aan de regering van luister, je hebt je niet gehouden aan de wet. Dus inderdaad. Die uitgifte is nietig, is meegerond nog steeds. En als de regering weigert die wet na te leven, dan ga je naar de rechter. Naar de rechter. Om die nietigheid in te roepen. Dus eigenlijk met andere woorden, als ik goed naar u luister, wilt u de samenleving bewust maken van het feit dat er een wet is. En ik u gewoon zomaar. Zomaar moet je naar die wet kijken. Ja. Je moet die nietigheid van die uitgifte inroepen. En ik praat ook met die regering. Want je kan niet doodleuk gewoon een hele wet naast je neerleggen en doen wat je wil. Eigenlijk zegt hij ook met andere woorden, er is geen ruimte voor een meldpunt van grondwet. Nee. De wet is al daar. Al die verhalen van commissie en onderzoek en dit en dat. Bas, als het goed is, heeft die president een paar deskundigen op zijn
geweldig gefinancierd kabinet, mm-hmm. honderden miljoenen, ja. moet er een paar juristen daar zijn toch? De wet is daar. Die wet is daar, president, die minister heeft niet gehandeld. Volgens de voorschriften, die uitgiften zijn niet toch? Klaar. Niet de president besluit dat. De president is niet bevoegd dat te besluiten. Ja. Want alles wat niet bij wet is geregeld, kan de president een of ander. Maar als er een duidelijke instantie is in de wet die de zaken moet doen, dan is de president niet bevoegd dat te doen. Dat is hier voorgeschreven wie dat moet doen. Ja, maar het is niet opgenomen. Hebben jullie ook niet opgenomen in de wet dat bepaalde zaken strafbaar gesteld moeten worden of zijn? Ja, toch. Dat heb ik net ook aangegeven. Dus dat artikel 13 mm-hmm. is dat beroemde corruptieartikel. Mm-hmm. Artikel 13 mm-hmm. die definieert eigenlijk wat corruptie is. Ja, ja. En corruptie is strafbaar gesteld. Ziet u wat strafbare feiten van de afgelopen tijden? Dus wanneer ik nu het heb over die mensen die in problemen zijn met hun grond, dan praat ik nog niet over corruptie. Mm-hmm. Want het kan ook zijn, het kan ook theoretisch zo zijn, dat de minister gewoon heel wat mensen gronden wil geven, die het toen nodig hebben. Ja. En dat als je goed gaat kijken, dan voldoet die uitgifte niet aan de definitie van corruptie, toch? Sommige uitgiften zijn een of ander verkavelingsproject en alles is netjes gegaan verder. Volgens de normale procedures, het is niet vriendjes van de minister, het is gewoon voor de bevolking. Als je dan gaat zoeken hier, dan ga je zien dat de minister misschien niet onrechtmatig voordeel heeft. Mm-hmm. Dus je gaat geen corruptie kunnen bewijzen in zulke gevallen. Maar toch is die uitgifte nietig. Nietig, ja. Wil de minister daar achteraf iets aan doen, dan moet de minister gaan zorgen dat aan die procedures wordt voldaan. Oké. En dat is een ander ding. Maar daarnaast, mm-hmm. wanneer je dus gaat ontdekken dat de minister bewust zaken niet publiceert, omdat misschien de helft of meer van die uitgiftes gerelateerd kunnen worden aan die minister of aan anderen die in die politieke constellatie zitten, dan begint het op corruptie te lijken. Maar ik ben niet degene die daarover moet beslissen. Want ik weet dat na advies hebben bepaalde mensen die minister naar de PG gebracht om te onderzoeken. Mm-hmm. Maar wat ik benadruk is, ook al is het geen corruptie, dus ook al zou die minister zelf in een bepaald geval, concreet geval niet, van corruptie kunnen worden beschuldigd, dan nog is die uitgifte nietig, omdat de wet dat zegt. Als je niet de procedures hebt gevolgd, is de uitgifte nietig. Hoe komt het dat de regering en heel wat deskundigen blijkbaar in de war zijn? En niemand kijkt naar die wet. Nee, maar dat denk ik bij mezelf. Hè. Al die uitgiftes die gedaan zijn, die moeten gewoon teruggedraaid worden, want die zijn nietig. Ze moeten niet teruggedraaid worden. Ze zijn nietig. Ze bestaan niet. Oh. Ze zijn van rechtswege nietig. Wat het probleem kan zijn is dat de regering... Maar dan hebben we een groot probleem, hoor, mevrouw Simons. Dat de regering in plaats van te kijken naar die specifieke gevallen... Uh-huh. ...weigert om daar, te doen wat ze moeten doen om die uitgiftes rechtsgeldig te maken, dan kunnen benadeelde mensen naar de rechter stappen en de nietigheid inroepen. Ja. Daar gaat het over. Maar als de overheid die uitgiftes in feite, als de rest van de procedure, de grondinspectie en zo, als dat in orde is, maar alleen de publicatie niet in orde is, dan kunnen ze gepubliceerd worden, die aanvragen. Ja. Dan kan dat alsnog. Dan heb je alsnog voldaan aan die procedure, als de rest in orde is. Inderdaad, de rest moet ook in orde zijn. De rest zijn. Moet ook in orde Ja, maar wat ik wil zeggen, mevrouw Simons, u brengt het nu, deze informatie, eigenlijk, ik wil niet zeggen overbodig, want ze moesten het weten. Ja, tuurlijk moeten ze het weten. Ja, maar ook de parlementariërs moesten dus dan opkomen en zeggen van, er is een wet, wat wij nu doen is niet goed, wordt straks niet verklaard. Ja, dus ik denk dat mensen van mijn fractie dat af en toe hebben aangehaald. Okay. Maar er wordt overheen gepraat, er wordt niet op gereageerd. Maar ook als ik heb geluisterd naar vele deskundigen die in het afgelopen jaar, ik luister, maar ik denk van, maar hoe komt het dat men totaal doet alsof die wet niet bestaat? Ik denk dat de aantal deskundigen die buiten het overheidscircuit functioneren, misschien werkelijk niet weten dat die wet
bestaat. Omdat men steeds naar de anticorruptiewet kijkt, en zo'n dikke wet. Ik luister ook altijd naar de mensen. Ja. Ze praten steeds over een anticorruptiecommissie en een onderzoekscommissie. Mm-hmm. Ten eerste is die commissie geen onderzoekscommissie meer. Dat was wat was ingediend. Maar we zijn met elkaar. En meneer Santokki was een van de mensen met wie ik dat overleg heb gevoerd. Tot de conclusie gekomen, je kan geen tweede PG maken in een wet. En we hebben gezegd, wat we moeten doen is preventie van corruptie. Laat de burgers misstanden melden bij de commissie. Zodat ze een beetje anoniem kunnen blijven. Want kijk, als jij gaat melden bij de PG en je hebt ook niet genoeg aanwijzingen. Ja. Kan men je ook beschuldigen van valse aangifte. Ja, inderdaad. En om dat soort dingen te voorkomen, zeg dan, maak een goed formulier. Laten de mensen daar melden. En dan gaat de commissie doorsturen. Waar de commissie werkelijk voor is ingesteld, is om te beginnen met een proces nu om corruptie nou te gaan verminderen. Want onze procedures in het land, onze processen zijn corruptiegevoelig. Mm-hmm. En deze commissie moest dan naar alle overheidsinstituten, ministeries gaan, één voor één, hun processen en procedures evalueren, adviezen geven van hoe dat kan worden sluitend gemaakt, dat er geen corruptie makkelijk meer kan worden, en dan teruggaan. Want die adviezen zijn bindend voor zo'n instituut. En als die minister of wie dan ook, hoofd van de dienst dat niet uitvoert, toch? Dan komt dat allemaal in het verslag. Want die commissie is verplicht een openbaar verslag uit te brengen elk jaar. En daarin moet staan, ik heb aan ministerie X bijvoorbeeld, hoe is dat ding nou, GBB? Nou? GBB. Ik heb aan GBB gezegd dat ze deze 13 maatregelen moeten nemen. Op grond van niet alleen de wet, maar je beoordeelt de corruptiegevoeligheid van procedures. En ze hebben het niet gedaan. Nou, dan gaan de onafhankelijke commissie. Dan gaan de vraagtekens reizen in de samenleving. Ja, waarom hebben ze het niet gedaan? Ja, ja, ja. En wat zijn de consequenties? Dus die commissie is daarvoor bestemd. En voor als meldpunt te dienen. Ja, ja, ja. Voor mensen die misschien twijfelen of er werkelijk corruptie ergens plaatsvindt. Of dat men gewoon slechte procedures heeft. Die commissie is ook om, wanneer we hebben geregistreerd ons vermogen, dan geef je het op bij die commissie, dan registreert de commissie dat jij je vermogen hebt geregistreerd. Ja, ja. Verder niet. Maar in die wet hebben we die L-decreten gewijzigd. Een ander issue, ga ik direct door, andere wet. Nee, maar voordat hij verder gaat hè, met dit, u heeft het uitgelegd en binnen hoeveel minuten hebben wij het begrepen. Tenminste, heb ik het begrepen. Ja. Dus zo moeilijk is dit moeilijk. Ook niet. Niet moeilijk. Het wordt gewoon niet uitgevoerd. Het wordt genegeerd. Dat en is die jammer. Regering, dat is heel jammer. Die regering, die minister, die heeft in feite de mogelijkheid om bepaalde van die uitgiftes, als ze dat willen, om ze nog steeds te legaliseren. Als de rest van het proces, wat wij niet zien toch, grondinspectie, dat, als die dingen in orde zijn, en alleen de publicatie niet is gedaan, dan kan men nog steeds publiceren. Maar dan ga je een officiële publicatie krijgen. Ja, ja. En in feite moet ik zeggen dat, omdat ook de aanvraag gepubliceerd had moeten worden, kan je dat niet corrigeren, want je hebt het besluit genomen voor je die aanvraag. Dus dat zou dan teruggedraaid moeten worden, aanvraag publiceren en daarna opnieuw het besluit nemen. Ja. Als je dat niet doet, lopen de mensen die je die grond hebben gegeven het risico dat iemand die uitgifte bij de rechter gaat brengen en zeggen, ik roep de nietigheid in. Ja, maar u praat over een specifiek geval dat iemand gewoon naar de rechter kan stappen. Maar zelfs als een gewone Surinaamse burger, je ziet van, de wet wordt genegeerd. Wat kan zo'n burger, al heb je geen specifiek geval, kan je ook naar de rechter stappen en zeggen van, kijk, er is een wet, er wordt niet gewerkt met de wet. Kunt u iets doen? Kan dat? In feite hebben we het wetboek van strafrecht ook aangepast. Dus als ministers niet handelen volgens de voorschriften en de regels, zijn ze strafbaar. Ja. En in feite kan de PG dat zelf doen. PG is vervolgd. Een burger kan dat niet doen? Ja, je kan het doen. Je kan een verzoek doen bij de PG. Je kan brengen naar de PG. Ja. Het punt is, wat ik doe, is onderscheid maken tussen, is er corruptie? Ik denk dat in een aantal gevallen, corruptie is. Ja. Maar dat moet je bewijzen. En dat is niet aan mij om dat te bewijzen. Dus dat moet je brengen naar de PG. Ja. Maar jij als belanghebbende hoeft niet te wachten tot de PG corruptie bewijst. Want ook al is er geen corruptie, is die uitgifte toch niet er. Dus
jij mag, als je wil, die minister vervolgen met die wet. Maar los van die vervolging is die uitgifte nietig. De PGI komt daar niet aan te passen. Die uitgifte is nietig. En als die regering niet de handelingen pleegt om die uitgifte correct af te handelen, dan mag je naar de rechter stappen en zeggen, kijk, die wet zegt dat die uitgifte nietig is. En dat, als we denken, als Suriname nog een rechtsstaat is, dan gaat de rechter het moeten doen, want het staat gewoon letterlijk daar. We hebben het niet overgelaten aan het oordeel van de rechter. We hebben het hier in die wet gezet. Dus de vele mensen die naar het parlement zijn gegaan om petitie in te dienen, ze mogen dus dan een beroep doen op de wet. Natuurlijk, je zou gewoon niet eens naar het parlement gaan om petitie in te dienen. Maar goed, die burgers weten vaak die dingen niet. Ja, precies. Okay. Maar nu is het helder. Dan, dat is met betrekking tot de vele gronduitgiftes. Kijk, die laatste case waar u het net over had van die meneer, die is opgesloten. Ja. Dat hoor ik, wat ik heb gehoord via de media, is daar gaat het over de grondinspectie. Want de grondinspectie, dat weten we ook, we hebben het meegemaakt met ministers die wij kennen. Mm-hmm. Dat grondinspectie een bepaald verslag brengt voor die minister. Als die minister uitgaat ervan dat het correct is en tekent dat ding, en achteraf kan blijken dat het helemaal niet waar is. En ik heb dramatische dingen meegemaakt, waarbij bepaalde mensen die verbonden zijn aan GBB, ROGB was vroeger, die zitten gewoon te loeren. Mm-hmm. Wanneer mensen bijvoorbeeld, ik heb het in Wanica meegemaakt, ik heb het in Komowene meegemaakt, de titelhouder overleed. Toch? Ja. En dan mogen de nabestaanden hebben 18 maanden om aan te vragen, toch? Die grond. Maar die nabestaanden weten ook vaak niet, hè? Dus mensen weten vaak niet wat ze moeten doen. En ze doen het niet. Maar hun vader, die nu overleden is, die heeft een heel huis gebouwd op het perceel. Ja, ja. En daar zijn ze groot geworden, dus zij denken, het is ons huis. Die mannen zitten daar gewoon te loeren. En als die 18 maanden en één dag, toch, dan sturen ze hun vriendjes van grondinspectie naar daar. Die doen alsof er niets staat op het terrein. Deze laten zien dat de titelhouder langer dan 18 maanden is overleden. Alles zetten ze klaar, die minister teken. Ze maken een rapport. Ja, toch? Ja. En die minister, alles is correct. Er staat niets op het terrein, het is onbebouwd, bla bla bla. En de minister tekent. En een grond waar een heel gezin in woont, wat hun vader heeft gebouwd en het gezin, wordt aan een ander gegeven. Deze hebzuchtigheid en kwaadaardigheid heb je bij sommige mensen. Maar wat ze gedaan hebben, mevrouw Simons. Hij is doodgegaan binnen stel. Ja, maar wat ze gedaan hebben, dus de inspecteur. De grondinspecteur is fout daar. Is het fout als die 8 maanden voorbij zijn? 18 maanden voorbij zijn? Is fout toch? Want wanneer er een huis staat, de verbetering van de grond, dat zat in de Eldekreten. Ook als de overheid je grond zou intrekken. Dat huis, die verbetering die je hebt gebracht aan die grond, is die van de staat, is van jou. Ja. Dan moet je vergoed worden daarvoor. Ja, ja. Dus ook al zou men zo ver gaan om die grond uit te geven, dan had de nieuwe eigenaar die andere mensen moeten betalen voor dat huis. Ja, inderdaad. Maar door te doen alsof dat huis er niet is, en dan gaat de zaak naar de rechter, en dan beslist de rechter gewoon op grond, papieren ja. gewoon dat de grond is uitgegeven. Wat de rechter had moeten doen, is onderzoeken hoe een heel huis staat op een terrein en de grondinspectie. En hoe lang dat huis daar staat? Het staat al meer dan 30 jaar. Ja. De grondinspectie, zover gaat dat er een verkeerd rapport wordt uitgebracht. Oké, okay, dat is fraude. Amanda heeft het niet kunnen meenemen. Maar zijn nabestaanden zijn op de zaak. Ja, het is fraude, ja. Het is fraude. En dat die hele familie is zo verschrikkelijk benaderd. En je staat als parlementariër met lichaam, die kan niets doen. Maar die inborst van die persoon. Ja, die maar zo zijn sommige mensen hebben dat soort inborst. Daarom maken we wetten. Als we allemaal lief waren, hadden we geen wet nodig. We zijn niet allemaal lief. Ja, klopt. Oké, okay? Dus deze dingen heb ik mee. Ik heb het ook meegemaakt in Wanica. En daar zit de familie, woont ergens en wordt gewoon, komt er een of andere machine om het huis af te breken. Yeah. Wordt op straat gegooid. Terwijl ze eigenlijk gewoon in gebreken zijn gebleven om hun zaken aan te vragen. Dus het heeft me altijd gestoord, dit ding. En ik zeg nogmaals, daar kan ik zitten babbelen, maar we hebben niet zitten babbelen. We hebben die wetten gemaakt. Yeah, yeah. En dat stoort het me bijzonder. Dat men die wetten gewoon negeert, alsof die wetten niet bestaan. Dat kan niet. Toch? En ik waarschuw die minister ook.
Want al die mensen die daar komen om op je hoofd te zitten dat je dingen voor ze moet tekenen. Tekenen, ja. Te yoga rechter des mano, de rechter nogar des man. Nee. Na you ook. Hij verantwoordelijke. Ja. En men denkt dat men beschermd is. Maar dat is geen garantie. Als de rechterlijke macht functioneert zoals ze horen te functioneren. Dan kom je in problemen op basis van die wet. Maar over die, u wil niet erover praten, want u zei het al in het vorige gesprek. Maar in die specifieke case van meneer Yogi. Ja. Ik wil toch een vraag stellen. U bent oud-parlementsvoorzitter. Als u zo kijkt naar die zaak. Ja. Zou meneer Yogi in staat van beschuldiging gesteld moeten worden? Dat weet ik niet. De PG kan dat alleen doen om te vragen. Kijk, je moet... er zijn natuurlijk allerlei gevoelens die we allemaal hebben. Ja. Gevoelens, vermoedens, ervaringen. Maar om iemand in staat van beschuldiging te stellen, moet je zaken hebben toch? Ja, dus de PG moet zaken hebben voordat de PG kan zeggen, nou, dit lijkt op schuld, dan ga ik DNA vragen. Hmm. Omdat die corruptie heeft twee gezichten. Mm-hmm. En dan praat ik niet over meneer Yogi. Ja. De ene kant komen mensen weg met corruptie. Ze doen het en niets gebeurt met ze. En dan wordt er gepraat. De bevolking verliest alle vertrouwen in alle politici. Tegenwoordig, als je in de politiek bent, dan je nou een voorman direct. Ja. Nonsens natuurlijk. Een heleboel politici zijn helemaal geen dieven. Ja, maar het is het beeld dat gecreëerd wordt. Ja, toch? Maar dus elke persoon die dan corrupt is. Of, en ook de beschuldigingen van corruptie die niet waar zijn. Ja. Dat geeft ook schade. Dus beschadig je iemand die misschien iets had kunnen betekenen voor die samenleving, maar zet je in of aan. Dus je moet iets doen om die corruptie te gaan verminderen. En daarmee waren we begonnen in de afgelopen periode. Maar als die commissie nu pas, no, is geloof ik die commissie ingesteld. Dan gaat er nog allerlei ABC. Terwijl in die wet gewoon staat wat je moet doen. En waarom? Ik denk dat die beleidsmakers die wet niet goed hebben gelezen. Ze denken dat ze een onderzoekscommissie hebben. Maar waarschijnlijk hebben ze het goed gelezen, maar... als ze het uitvoeren in de praktijk niet door kunnen. Die commissie? Kan, maar... Die commissie komt nu pas. We zullen ervoor moeten zorgen dat we systemen instellen, transparantie. Dit ding van die wet gaat over transparantie. Ja. Om die minister ook te beschermen, want als die minister die aanvragen publiceert, dan krijg je die rel in die samenleving. Ja. En dan kan die minister zeggen, ik wou het doen, ja, maar je kan het niet doen. Dus het punt is... door het niet te doen, maak je niet alleen die dingen nietig, maar je gaat door met al die praktijken. Dan hebben we een ander verhaal, waarvan ik hoor de president heeft besluit genomen. Mm-hmm. Staatsbesluit nog? Ja, presidentieel besluit, ja. Over rechtstoestand van die uitgegeven gronden, erfpacht. En die gronden worden ingepikt en geroofd en weet ik veel allemaal. Ook daar is er een wet. Meneer Santoki zat ook in het parlement toen we het hebben aangenomen. En hoe hebben we die wet gemaakt? Kijk, ik ga achterop kijken. Maar is er wat ruimte gegeven aan hem om toch dat te doen wat hij zegt dat hij gaat doen? Niets te doen. Die wet moet worden uitgevoerd. Kijk, dat is de wet. Paramaribo, juli 2019. Mm-hmm. Simons, Wilson, Abdul, Gangaram Pandey. Initiatiefwet. Ja. Waarom? We hebben in de krant gelezen, de toenmalige minister heeft bekendgemaakt, en dat hebben we ook geschreven in die wet, dat die dingen gaan vervallen. De uitgegeven, de erfpachtsrechten van de voorheen, mm-hmm. De erfpacht zouden vervallen. En er was een soort waarschuwing van, let op, of je erfpacht... Dat is 40 jaar, hè? Volgens mij 60 jaar. 60 jaar? In elk geval, ja. Okay. Het ging erom dat de laatste zouden vervallen, en de minister heeft een bekendmaking gedaan. Met de boodschap eigenlijk van, als je niet hebt omgezet in grondhuur, gaat het vervallen. Ja. Zo, een soort waarschuwing. Aangezien ik mijn land ken, we hebben in het parlement gezegd van, dit ding gaat zaken openmaken voor die grappenmakers die daar werken, een aantal van ze op GB. Kijk, ik zeg niet dat iedereen op GB een dief is hoor, mm-hmm. Maar je hebt een aantal baas, scheermes. Dus, we hebben toen gezegd, dit moeten we niet laten gebeuren. We moeten een wet maken om duidelijkheid te scheppen over de status van die grond. Dat hebben we ook gedaan. We hebben de initiatiefwet ingediend. En we hebben een wet gemaakt. We hebben die wet gewijzigd. Die wet is
decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden. Dat was die originele wet, toch? En dan hebben wij die wet aangepast. We hebben het zodanig aangepast, de belangrijkste aanpassing, ik ga niet al die aanpassingen voorhouden, maar de belangrijkste aanpassingen, ik ben ietsje te ver denk ik, komen neer op het feit dat de minister, wanneer die mensen hun titel is vervallen, mm-hmm. ja, dan mogen die mensen dat ding toch nog steeds aanvragen in grondhuur. Vroeger was het een maand, in die oude wet was het 30 dagen. Ja. Wij hebben het anders gezegd, we hebben het verzoek, dus de minister mag de gronden die, waarvan de titel is vervallen, niet uitgeven zonder per deurwaarders-exploot de vroegere titelhouder te zeggen dat ze het willen uitgeven. Ja, dat is aangepakt. Die melding moet gedaan worden. Dat is in die nieuwe wet opgenomen. Dus wanneer de titel is vervallen en iemand anders komt het nu aanvragen, want dat gebeurde silent kill toch? Ja, dan moet de minister terugkoppelen. Minister mag niet. Minister moet die melding niet alleen volgens de anticorruptiewet nu publiceren, die aanvraag, maar die minister moet een deurwaardesexploot sturen voor de gewezen titelhouder, dat iemand dat heeft aangevraagd. En wanneer die deurwaardesexploot is ontvangen, mm-hmm. vanaf dat ogenblik heeft de titelhouder 18 maanden om dat ding aan te vragen. En in die 18 maanden mag de minister het niet uitgeven. Versta je niet compleet verbaasd dat in dit land met zo'n wet een heel gedoe ontstaat over grondroof en mensen. Ja, we zouden dat niet moeten hebben. Niet. We zouden dat echt niet moeten hebben. Dus we hebben die wet zo gewezen. De wet is zo duidelijk. We hebben door de minister wordt bij beschikking, dus het verzoek van die gewezen titelhouder, wie titel is vervallen, het verzoek ingewilligd. Als uit het ingestelde onderzoek bleek dat de verzoeker zich heeft gehouden aan de voorwaarden die bij de titelverlening waren gesteld. Want de ene kant, zegt mijn grondroof, ja, waarschijnlijk nietige uitgifte. Maar er zijn ook mensen die 60 jaar een stuk grond onder zich hebben. Ga maar vliegen naar Nigeria. Stap in een vliegtuig. Mm-hmm. Dan vlieg je naar Nigeria. Ik heb geen enkel land, ik heb in alle landen bijna in de regio gewerkt. Ik heb geen enkel land gezien waar er zoveel onbenutte grond ligt als in Suriname. Mensen hebben 60 jaar titel op die grond. Ze laten het, doen niets erop. En ze wachten misschien op verkavelingvergunning, ik weet het niet. Of nu gaan wachten ze op grondconversie. Ja, nu. Als je niets hebt gedaan met die grond, dat is B, wordt vastgesteld dat het recht van erfpacht geheel vervallen is, verklaard. Als de verzoeker zich geheel niet heeft gehouden aan de voorwaarden die in de tijd waren gesteld. Het is niet volmaakt, deze regel, maar het helpt voor die zaken, want er zijn twee soorten titelhouders. De ene waar ik zo even over sprak, ze hebben hun huis gebouwd, ze wonen op die grond, niks aan de hand. Ze zijn alleen in fabrieken gebleven om dat ding te verlengen. Ja. Maar je hebt ook mensen die titel hebben op die grond, ze doen niets met die grond. Niets, gewoon niets. Niets. En dat kan dus ook niet. Dan zeggen wij, dan is die titel vervallen. Dus dat is alles een nieuwe aanvraag. Daar hoeft de minister geen andere dingen te doen. Maar je ziet ook gevallen, hè, mevrouw Simons, van bepaalde plekken waar een heel, zeg maar hectares heb je, en als je maar twee koeien erop staan. Ja. Is het zo dat toch in, is het zo dat die mensen dus dan toch gebruik maken van die hectares? Moeten we dat zo zien? Twee koeien? Nee, ze maken geen gebruik ervan. Dus het is meestal in de voorwaarden duidelijk wat je ermee moet doen. Mm-hmm. Want ik kan ook twee koeien gaan huren. En erop zetten gewoon. Dus er moet iets gebeurd zijn. Wij hebben het specifiek over opstallen. Hè? Wanneer we zeggen dat de minister verplicht is om die aanvraag in te willigen, is wanneer je opstallen hebt, woning of opstallen op die grond, dan moet de minister die aanvrager dat recht geven. Ik kom tot de conclusie, mevrouw Simons. Ja. Dat we gewoon een integere minister nodig hebben bij GBB. Maar is het opgelost?
Dat weet ik niet. Oh, no. Nee, omdat de wet is daar. De minister kan dus dan met de wet in de hand. Misschien heb je dan 4 ministers per jaar. Laten we dat in Italië op de minister gooien. Ja, maar eigenlijk bij je uitvoering zie je dat de minister best wel een grote rol heeft. De minister heeft de belangrijkste rol. Precies. Maar als de minister druk uitgevoerd wordt op die minister, dan zeg je als die minister goed is, ja, dan haalt men die minister weg. Eentje is al weggehaald, toch? Oh ja. Er zijn vaker ministers daar weggehaald. Dus als je integer bent, ga je het weghalen. En dan komt de volgende. En je wil weer niet. Dat wordt van de volgende. Dus het hele systeem moet veranderen. Het hele ministerie moet opgeheven worden. Nee, en terugbrengen naar? Het is een natuurlijke hulpbron. Ja, dat want het was ooit gemaakt voor ruimtelijke ordening en grondbeleid. Ruimtelijke ordening heeft nooit daar iets betekend op dat ministerie. En grondbeleid in feite ook niet. Gronduitgifte wel, ja, maar geen grondbeleid. Want grondbeleid veronderstelt dat je gaat bezighouden met waarom geeft de overheid eigenlijk grond uit. En dan wil ik wel iets zeggen over het hele conversieverhaal. Want wij hebben in de laatste fase, 2019 en 2020, met de toenmalige minister, Surjan was het, hebben we gezeten en gezegd van luister, laten we beginnen te werken richting wijziging van die eldecreten. Ten eerste moet de grondhuurtitel verder versterkt worden. Omdat in onze grondwet staat dat het grondgebied niet mag worden vervreemd. Dat betekent, je mag zeer zijn aan grond. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Ja, ja. Je gaat enkel grondconversie naar eigendom. Want ook die oude eigendomsrechten zijn voor het overgrote deel zijn alludiaal eigendom. Is in feite ook een recht. Het stukje Suriname is niet van jou. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Nu hebben we grondeigendom gegeven aan een buitenlandse mogendheid. Mm-hmm. Hoeveel grond van je land kan je aan buitenlanders in eigendom geven en je land is nog van jou? Hoeveel? Hoeveel procent? Dus die vraag wordt beantwoord door te zeggen, alles wat ik je geef, ook al heet het eigendom, is een vorm van alludiaal eigendom, het is een recht. En dat recht mag je verkopen. En dat recht mag je verpanden. Maar niet die bodem. Die bodem is nooit van jou. En dat is in feite de reden waarom ik een harde tegenstander van grondconversie ben. Ook zoals de VHP dat vroeger heeft helpen verwerken in een wet. In die coalitie was er ook geen eenheid, maar ze hebben het een beetje aangepast, waardoor er wat transparantie erin is gekomen. En het is nooit vreselijk gebruikt. En nu wil men dat ook helemaal weghalen. Dus grondconversie moet niet komen? Nee, het is tegen de grondwet. Maar wat je moet doen en waar we mee begonnen waren en wat ik zeg, hoe moet je verder? Je moet de grondhuurtitel gaan versterken. Voor zover dat nodig is. Je moet grondhuur niet geven voor 40 jaar. Je moet het voor een bepaalde tijd geven. Voor zolang men aan de voorwaarden voldoet. En omgekeerd, zolang je niet aan de voorwaarden voldoet, dan moet het vervallen. Binnen een bepaalde tijd. Wanneer na zoveel tijd blijkt, je krijgt zoveel jaren toch om te voldoen. Ja. Wanneer blijkt dat je niet kan of niet wil voldoen, dan moet het vervallen. Omdat de overheid geeft de grond uit met een bedoeling. Ja. Namelijk om woningnood tegen te gaan, dus om mensen huisvestingsbehoeften te voldoen. Om scholen te bouwen, begraafplaatsen, om landbouw te doen. Agrarische om sector. Andere commerciële activiteiten te doen. Daarvoor geeft de overheid grond uit. De overheid heeft een bedoeling met de uitgifte. Als het goed is hoor, als het goed is. Laten we zeggen, dat hoort zo te zijn. Dat hoort zo te zijn, ja. Dus de overheid, die moet grond uitgeven met een bedoeling. En die bedoeling moet iets te maken hebben met ontwikkeling, sociale ontwikkeling of commerciële en productieve ontwikkeling. En wanneer jij die grond dus neemt voor dat doel en je doet het niet, dan heb je het of niet nodig, of je kan het niet doen. Nu zeggen wij van als je de grondhuurtitel maakt tot een titel voor onbepaalde tijd, en je krijgt, laten we zeggen, 4-5 jaar, je hebt gekregen huisvesting, maar je kan niet bouwen. Nu mag je dat ding niet verkopen natuurlijk, binnen de zoveel tijd, maar die tijd is, zullen we zeggen, 2-3 jaren. Maar op een gegeven ogenblik, als je niet kan, toch, zou je het kunnen verkopen aan iemand die wel kan. Ja.
Alleen moet bij die verkoop de overheid een deel van die pot krijgen. Dat is om speculatie tegen te gaan. Dus je hebt mechanismen wat je zou kunnen doen. Als je grond krijgt in gebruik om een groot agrarisch project op te zetten, dan zijn een heleboel voorwaarden kan je daaraan stellen. En als blijkt dat na 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar de voorwaarden dat daaraan niet is voldaan, dan gaan we het niet terugbrengen naar de minister om een beslissing te nemen. Dan moet het vervallen, ja. Automatisch. Omgekeerd, zolang jij je aan de voorwaarden houdt, ook al heb ik het gekregen en ik kan nu niet meer, misschien ben ik dood, mijn kinderen, of ik verkoop mijn bedrijf, de overheid moet niet te veel meer bemoeien met bij wie is die grond. De vraag is, wordt het gebruikt waarvoor we het hebben gegeven? En dat verandert inzicht, dat verandert concept, moet je in de wet vastleggen. Dat betekent dat bij de verkoop of overdracht bij erfenissen van de grond, moet er geen toestemming meer gevraagd worden van de minister. Maar moet je gewoon de notaris in de gelegenheid stellen deze overdracht te gaan inschrijven bij domeinen. Dat wil zeggen dat er een kantoortje is en de notaris brengt zijn brief en zijn formulier. Het wordt ingevoerd en er wordt een ontvangstbewijs uitgedraaid. Je betaalt voor mij een paar 500 gulden of 1000 of 2000, weet ik veel, een bedrag. Toch? Ja. Om dat ding in stand te houden, die administratie. En dat papiertje, dat stuurt de notaris mee met de verkoop en alle dingen naar GLIS. En dan moet de wet zeggen dat GLIS het pas mag overschrijven als dat papiertje erbij is. Maar er is geen toestemmingsprocedure. Er is wel gezorgd dat domeinen de data, de gegevens heeft van waar is die grond nu. Ja. Toch? En bij wie? Maar niet dat er een toestemmingsprocedure is. Wanneer we dat doen voor grondhuur, wanneer we de personen van Surinaamse afkomst, die wonen in Suriname, ook op die manier grondhuur kunnen geven, voor zich, dus dat zij zeg 3 jaar hier wonen en ze zijn gevestigd. Dat soort dingen kan je doen. Ja, die dingen kan je doen. Je maakt die titel sterker. Want wat doen die mensen in het buitenland, Surinamers, die geen Surinaamse nationaliteit hebben? Ze richten allerlei stichtingen op. Mm-hmm. En ze hebben toch grond. Ja. Of grondhuur. Dus je moet juist gaan kijken hoe je dat eventueel gaat doen, om als overheid juist gebruik te maken van het feit dat die mensen geld hebben om je te betalen voor de voorbereiding van de grond. Iemand maakt een opmerking hier, misschien kunnen we het meenemen. Trouwens, je kan gewoon appen naar het nummer 8-4-4-5-0-7 als je vragen hebt voor mevrouw Simons. We gaan zo eruit, we hebben zeker nog 5 tot 10 minuten, dan moeten we eruit. Je kan dus dan even bellen ook als je wil op 8-4-5-0-7 als je een vraag hebt of een opmerking hebt voor mevrouw Simons. Iemand schrijft hier, alle grondpapieren moeten vervallen verklaard worden hier in Suriname. Niemand moet meer beschikken. Ja, dan gaat dat ding weg. Oh jee. Ik zoek het straks op, maar we hebben iemand alleen. Laat ons die persoon even checken. Met de studio, goeiedag. Goeiedag met Vanity. Vanity, zeg het maar. Goeiedag mevrouw Simons. Ja. Ik heb specifieke vragen, 3 specifieke vragen. 1 vraag is, waarom is het überhaupt mogelijk om grondhuurpercelen te verkopen? Ja, dat moet kunnen. Je moet dat recht kunnen verkopen. Het staat in de wet. Omdat, dat je een huis hebt gebouwd en je woont 10 jaar erin of 15 jaar, maar nu ga je andere bouwen, misschien andere verkopen, dan ga je dat verkopen. Toch, je hebt de grond gekregen, maar je huis heb je zelf gebouwd met je eigen geld. Dat moet je kunnen verkopen. Anders gaat die economie niet kunnen lopen. Dus de overheid stelt grond ter beschikking. En heeft me misschien zo even horen zeggen dat die decreten moeten worden gewijzigd. Omdat niet elke grond door de overheid gratis ter beschikking hoeft te worden gesteld. Dat is tot nu toe wel bijna het geval. Je kunt zeggen, ik doe aan sociale gronduitgifte. Tot 350 vierkante meter voor je huisje. Betaal heel weinig. Dan ga je huis bouwen. Maar als je voor een winkel, bijvoorbeeld commerciële doeleinden, dan mag je ook wat vragen. Maar misschien wil de overheid bepaalde activiteiten zoals agro bevorderen. Ja. Dan kan de overheid zeggen, nou, tot 2 hectare, 3, 5 hectare. Vraag ik je heel weinig, want je neem je geld en ga je investering doen om de agrosector op te zetten. Dus die overheid heeft door dat de grond van de overheid is, de mogelijkheid
om burgers te stimuleren hun huisvestingsvraagstuk op te lossen, maar ook om bijvoorbeeld productief te worden. Dus, zonder dat er heel hoge kosten zijn voor grond vooraf. Ja. Toch? Ja. En dat is de reden. En daarom moet je het wel kunnen verkopen. Alleen zeg ik, het speculeren moet je tegengaan. Doordat je mensen niet een heleboel grond heeft, die ze dan als reserve gaan verkopen. Doordat je gaat opletten nu of ze zich houden aan waarvoor ze het gekregen hebben. Als je die grond hebt gekregen voor agro en je kan het niet doen, dan moet er een regel komen dat je het teruggeeft. En als je huisje erop hebt gewoond, als je 4 kinderen hebt, pakken jullie allemaal een deel van het huis. En geef me maar landbouwgrond terug. Laten we. Of als jij nog zegt, maar ja, maar nu kan ik het wel gaan doen, dan krijg je weer. Ja. Maar als je het niet doet, dan moet je die grond. Dus dat moet wel kunnen. Ja. Verretti, tweede vraag. Oké, ja, mijn tweede vraag is, wat kan in deze de oppositie ondernemen om dus de besproken wet waarover we het hebben, dat de coalitie deze wet dan wel echt gaat uitvoeren en dat er niet zaken als commissies van de president en dergelijke nu die corruptie bij GBB gaat aanpakken? Wel, het parlement zelf kan alleen bijvoorbeeld een motie aannemen. Wat we moeten doen, is wat ik eigenlijk op dit moment doe. Die burgers in de eerste plaats. Als het gaat om veel mensen, kan je een soort class action doen. No? Massaal de regering naar de rechter brengen voor het nietig verklaren of de nietigheid in te roepen. Maar de politieke druk op die overheid om zich wel te houden aan die wet. En op die minister daar. Dat die minister risico loopt, ja. dat ze zichzelf in een strafzaak straks gaat bevinden. Dus je kan als parlement, heb je die bevoegdheid niet om dat te doen. Maar de rechterlijke macht heeft het, het OM heeft mogelijkheden. Maar kost dat meer is ook een manier toch? Politiek hebben we, dat is wat we doen. Ja. Dat er gewoon, kijk, wat doet men meestal? Men gaat in op die individuele dingen. Mm-hmm. Maar in feite gaat het eigenlijk niet meer om die individuele dingen. Het gaat om het negeren van wetgeving. En dat heeft consequenties. En daar op geen blik ben ik gewoon moe geworden van het luisteren en ook bespreken en aangeven wat ik hier heb aangegeven. Ik zeg nee, nou gaan we het weer in de pers gooien. Laat mensen doen ermee wat ze kunnen doen. Oké. Okay. Uw derde vraag, mevrouw Vennetti. Ja, ik heb mijn laatste vraag. Mevrouw Simons heeft in een recent interview aangegeven, of net ook, dat ze eigenlijk het liefst wil dat het hele ministerie gewoon wordt opgedoekt. Ja. Ik wil van haar weten wat dan haar ideale visie zou zijn, hoe dit nu het beste geregeld kan worden, waardoor het dus echt gaat dienen in belang van de Surinaamse gemeenschap. Mooie vraag, Vanity. Dankjewel. Ja. Je krijgt een antwoord. Hele mooie vraag, hoor. Ja, het antwoord op die vraag heeft niet uitsluitend met grondbeleid te maken. Maar ik heb eigenlijk een deel al geantwoord door te zeggen dat die wetten, dat wisten we, je moet die wetten integraal gaan wijzigen. Ja. Je moet andere nadrukken leggen, dat de overheid, waarom geef je grond uit? En niet misschien primair aan wie. Gronduitgifte voor bijvoorbeeld huisvesting. Moet je afstappen van het geven van grond gewoon aan mensen in de hoop dat ze een huisje kunnen bouwen. Want ik heb meegemaakt, ik heb ook vaak mensen die echt in problemen zaten, geen huis hebben. Mijn ervaring is dat misschien 10% van de mensen die een stuk grond kregen, de weg niet kan afleggen tussen het krijgen van een stuk grond en uiteindelijk een huis. Ja, okay? Ja, ja. Allerlei booby traps zijn er. Mm-hmm. Dus ik ben een voorstander van dat je het huisvestingsvraagstuk aanpakt door grond ter beschikking te stellen aan de verschillende woningbouwbedrijven onder condities en voorwaarden, zodat ze huizen bouwen. En wanneer die mensen, en we hebben, dat heb ik ook gedaan samen met anderen in het parlement, initiatiefwet, we hebben een nationaal woningbouwfonds opgezet, dat moet gewoon geactiveerd worden. Wanneer de mensen dus dan kunnen een huis kunnen kopen, u heeft een woningbouwbedrijf, u heeft 100 huizen te koop. En u weet dat de financiering van het woningbouwfonds beschikbaar is tot een bepaald bedrag. Dan gaan mensen daarin werken. En dan kunnen burgers hun huizen kopen of laten bouwen door aannemers of zelfbouw. Verschillende dingen zijn mogelijk. Mm-hmm. Maar je kan niet zonder tekening, zonder bouwvergunning, hoe heet het? Zonder dat je een huis in
hebt gekocht, kreeg je die grond niet. Wanneer je dat huis hebt gekocht, kreeg je die grond. Ja. En als je zelf gaat bouwen, dat staat ook in de wet op het Nationaal Woningbouwfonds, dan kreeg je een begeleider. Eigenlijk iemand die gaat begeleiden, gaat komen kijken of je het inderdaad kan bouwen. Noem maar op. Als die dingen allemaal in orde zijn, dan heb je de garantie dat iemand die dan huisvestingsprobleem heeft, dat je dat ook oplost voor die persoon. In de wet die we hebben gewijzigd, hebben we verder aangescherpt dat de minister bekend moet maken waar er grond ligt wat kan worden aangevraagd. Maar uiteindelijk is dat niet de eindoplossing. Een andere zaak is decentralisatie. Er is iemand aan lijf. Kunnen we dat even doen? Laten we dat even doen. Berto, doe maar. Met de studio, goeiedag. Hallo, goeiedag. Oh, die heeft gedropt. Maar er is een vraag hier. Goedemiddag Gerald, mijn vraag is waarom maakt dus de overheid het niet gemakkelijk voor de mensen met een grondhuurperceel om ook wat geld bij de banken te kunnen lenen voor het doel, voor hun doeleinde op zo'n grondhuurperceel? Want met grondhuur kan je niets lenen bij de bank. Dat is niet waar. Nee. Dat is niet waar. Het grondhuurrecht kan je als onderpand gebruiken, je kan het verkopen, noem maar op. Oké. En nogmaals, want nu praten we over wetten die niet worden uitgevoerd en gevolgen hebben voor mensen. Maar we hebben natuurlijk meer wetten gemaakt. We hebben Nationaal Woningbouwfonds ingesteld, wat door de regering moet worden opgestart. En natuurlijk gaat de regering nu zeggen, ik heb geen geld. Mm-hmm. Maar in feite, als je dus aan mij vraagt, zeg ik ja. Het moet makkelijk worden gemaakt voor burgers om aan een lening voor een woning te komen. Je eerste woning, je enige woning. En daarvoor hebben we ook gezorgd, we hebben die wetgeving ook gemaakt, met banken gesproken, verschillende dingen gedaan. En die wet is er ook, wet op het Nationaal Woningbouwfonds. Wat je nu krijgt is dat bijvoorbeeld de centrale bank, die heeft van die beleggingsmogelijkheden. Ja, ja. Maar de centrale bank heeft die beleggingsmogelijkheden niet geopend voor burgers en bedrijven. Pas helemaal aan het eind hebben het voor de banken geopend. Oh, oké. Okay. Met hoge rentes. Maar de banken... Dat van uw certificaat nog? Ja, dat ding. Ja. Hoe heet dat ding? Waarbij ze de banken heel hoge rentes geven. Oh ja, ja. En, maar die banken geven het aan de spaarders niet door. Je krijgt vrijwel bijna geen rente op je bedrag van de bank. Ja. Je kan waarschijnlijk wel een termijn deposito toekrijgen. De banken krijgen zelf een heleboel, maar zij lenen ook door met hoge rentes. Misschien ja, volgens hun minder hoog dan het zou zijn als zij dat niet kregen van de centrale bank. Maar dat zijn dingen die je anders had kunnen doen, toch? Wanneer je burgers van Suriname met geld, die wat reserve hebben, wil weerhouden ervan om dollars te gaan kopen, dan heb je zo'n Nationaal Woningbouwfonds die geeft de mogelijkheden. En dan kunnen andere burgers lenen daaruit. De overheid kan geld zetten erin. Andere burgers kunnen lenen om te bouwen. Dus ja, die persoon heeft gelijk, je moet dat bevorderen en daarmee waren we dus ook bezig, maar dat is nu is niet uitgevoerd. Mm-hmm. Dus, Er is een vraag hier. Mijn grootouders hadden een perceel op Lelydorp. Mijn broers en ik zijn daar geboren en opgegroeid en na ons 10e jaar naar Nederland vertrokken. Ja. Na de dood van mijn opa is mijn neef naar Suriname vertrokken en heeft zich daar genesteld op het perceel en verbiedt een ieder daar wat op te zetten. Hij heeft zich het perceel geëigend en stuurt een ieder van de familie weg, zelfs zijn eigen zus die daar woonde. Wat kunnen wij als kinderen die daar geboren zijn hier aan doen? Ik moet wel bekennen dat wij in Nederland wonen, zegt deze persoon. Ja, dus ik heb daar niet genoeg informatie, want ik neem aan dat het een grondhuur op perceel of een erfpacht was, want anders denk ik dat die persoon die vraag niet zou stellen in dit programma. Mm-hmm. Wat kan zijn gebeurd is dat die broer dan het... een beetje op dezelfde manier als wat we nu horen. Ja, ja, ja. Is neef. Neef. Of die neef is gewoon gegaan en heeft voor zichzelf als nabestaande of ik weet ik veel de zaak aangevraagd en gekregen. Dat, ik neem aan dat dat het geval is. Daaraan ga je niets meer kunnen doen. Die mevrouw zegt, het is inderdaad grondhuur. Ja. En het enige wat had moeten gebeuren, maar als de familie niet hier was en hun zaken niet heeft aangepakt. Want dan hadden ze bij de notaris moeten gaan om de erfenis, toch? Mm-hmm. De erfrecht. Wie zijn de erfgenamen? Van die opa, no? Die vader. Ja, opa. Dan heb je een
broers en zusters, of althans in dit geval denk ik de moeder of van de kinderen van die overleden persoon, mm-hmm. die zijn dan de erfgenamen, los van het grondurecht. Ja. Maar als een huis daar staat, dan is dat huis van hun. En dat zegt de wet ook, dus zelfs al ga jij, want als de minister de andere nabestaanden niet kan bereiken of ze reageren niet, dan mag de minister die grond geven aan degene die daar woont. Ja, waarschijnlijk, hoe ze zijn in Nederland, hè, waarschijnlijk heeft niemand hun kunnen bereiken. Dan mag de minister het geven aan degene. Maar dat ontslaat die persoon niet mm-hmm. ervan dat volgens erfrecht en andere wetten, dat hij die andere erfgenamen moet vergoeden. Ja. Voor het huis. Voor wat erop staat. Ja. Oké, iemand zegt hier, ik ben juist er tegen dat de overheid eerst bouwt en die verder verkoopt aan de burgers. Nee, de overheid, die persoon heeft me verkeerd begrepen, laat me die recht zeggen. Ik ben een grote tegenstander dat de overheid huizen bouwt. Nee, niet de overheid moet bouwen. Maar de overheid heeft de grond en die grond moet beschikbaar gemaakt worden voor private companies die voldoen aan zaken, die huizen bouwen, die mensen kunnen betalen. En je kan verkavelaars bedoelt u? Nee, geen verkavelaars. Bouwbedrijven, mensen woningen kunnen bouwen. Ja. En we hebben toen met het huisvestingsprogramma, dat we hadden aangenomen, zou je huisvestingsautoriteit moeten hebben, die kijkt naar hoe zo'n project in elkaar zit, of het leefbaar is, et cetera, et cetera. OEI kijkt naar de technische zaken. Maar mensen die zelf willen bouwen, die kunnen zelf bouwen, maar je moet aantonen dat je kan bouwen. Ja. Dat wil zeggen dat kan het met je werk aangetoond worden? Hoe dan ook. Zo, kijk, die dingen hebben met elkaar verband. Je uitgifte van grond en wij hebben het woningbouwfonds gemaakt. Dus het is een beleid wat je moet hebben, het huisvestingsbeleid. En wanneer de overheid grond geeft aan, zeg maar, grootstuk grond, hier komen woningen, 2, 3 woningbouwbedrijven kunnen vragen van ik wil 40 bouwen, ik wil 100 bouwen. De overheid kan voorwaarden daaraan stellen, maar de overheid bouwt niet. Mm-hmm. Die mensen bouwen en adverteren hun huizen. Ja. En de burgers kunnen dan bij het woningbouwfonds lezen. Het woningbouwfonds die kan bouwbedrijven op de zwarte lijst zetten als ze rommel leveren aan burgers. Ja, inderdaad. Dat betekent dat geen enkel ander huis van ze meer wordt gefinancierd door het woningbouwfonds. En daar komen ze in probleem. Ja. Want kijk, mensen die genoeg geld verdienen, ook zelf nu in deze moeilijke tijden, die kunnen hun huis altijd bouwen. In alle tijden heb je mensen die hun huis kunnen bouwen. Ja, precies. Ze kennen de weg, ze hebben genoeg geld, ze gaan naar de bank om te lenen, of ze hebben, noem maar op. Het gaat dus om mensen, een markt zullen we zeggen, die eigenlijk ligt onder dat niveau, waarbij de overheid een steuntje in de rug moet geven aan de mensen, om te kunnen kopen hun huis. Dus je kan kopen, je kan bouwen, opdracht geven aan een architect of zo, of je kan zelf bouw doen, maar er staan in die wet, laat me deze persoon als antwoord, er is een hele wet gemaakt hierover. Hoe je dan, als je zelf wil bouwen. En als je dus aan die voorwaarden voldoet om dat geld te kunnen krijgen als je zelf gaat bouwen, dan kan je grond krijgen. Maar het uitgeven, het massaal uitgeven van grond aan burgers in de hoop, dat ze gewoon dan gaan bouwen, ja, ongeveer 10% die zijn in staat om dat te doen. En de rest lukt het niet. Ik heb allerlei drama's meegemaakt daarmee. Ik moest dus toegeven dat dat niet iets is wat succesvol is om huisvestingsproblemen op te lossen. We gaan afronden. Als je nog even wilt bellen, kunt u dat snel doen, want ik ga nog een paar apps doen. En dan gaan we deze live uitzending met mevrouw Simons dus dan beëindigen. Dus als je nog even wilde bellen voor een vraag, mag je dat nog even snel doen. Maar goed, kan er een beperking gesteld worden in de wet dat kapitaalkrachtigen niet meerdere percelen, woningen, kunnen kopen om die later duurder te verkopen, zegt iemand hier? Je mag kopen zoveel huis als je wil, als het tenminste in het public domein, als het niet van de overheid is. Wat die persoon misschien bedoelt, zijn die projecten die de overheid financiert. Daar, die projecten zijn sowieso niet voor kapitaalkrachtigen. Dus zodra het huis in handen komt van een kapitaalkrachtige, dan is daar een onregelmatigheid. Fraude. Ja. Dus we iemand aan de lijn. Laat even horen. Naar alle waarschijnlijkheid de laatste die we nemen voor vandaag, hoor. Goeiedag, meneer. Ja, goeiedag, met goedemiddag. Goeiedag. Als je een beetje, duidelijker praat, wat we horen, is zo goed.
Ja, met Redman. Ja, goedemiddag. Dag mevrouw Simon. Ja. Ja, ik heb een vraagje. Hè. Het is zo van, wat is de wachtprocedure om... We horen, we kunnen jullie goed volgen. Je telefoon moet u wat beter... Een of andere procedure. We kunnen jullie zo goed volgen. Wat? Ik probeer... Hoor je me nu beter? Ja, is ietsje beter. Ietsje beter, ja. Bent u met de headphone bezig? Nee. Ja, dit is beter. Dit is beter, ja. Gaat u gaan. Ja. Een vraagje. Wat is de wachtprocedure om aan een domeingrond te komen alvorens je, zeg maar, een bereidverklaring krijgt? De wet zegt... Wat? 6 maanden. De wet zegt, ja, de minister moet je antwoorden. Binnen zes maanden. De minister kan het ook afwezen. Maar in elk geval moet de minister antwoorden. En daar houdt men zich ook niet aan, hoor. Al jaren nooit eigenlijk niet. Mensen kregen nooit een antwoord. Dus dat zijn allemaal dingen die je gaat moeten veranderen. Wil je de grondhuurtitel versterken? Wil je de procedure makkelijker maken? Wij hebben in de wet veranderd. Laat de minister publiceren waar er grond is. Waar de grond beschikbaar gesteld wordt voor huisvesting bijvoorbeeld. Maar... op zichzelf is daar geen dwang achter gezet. We kennen ons land, we zijn nog niet zo ver. Maar in elk geval moet de overheid je bericht sturen. De overheid moet je, ik dacht dat 6 maanden in de wet genoemd wordt. En zo vlug mogelijk, dat is een andere weer. Als ze gaan afwijzen, moeten ze zeker zich aan die 6 maanden houden. En als ze het gaan toewijzen, moet het ook zo vlug mogelijk. Maar... We hebben meegemaakt bij sommige mensen die vandaag ook weer genoemd worden, dat ze binnen 4 dagen een grond kregen. Oké, dankjewel. Maar waarom, ik heb nog een laatste, maar waarom kan er niet een barrière gemaakt worden dat het ook snel gebeurt door middel van een soort vierhoeksysteem? Van een? Een vierhoeksysteem, zegt hij. Je kunt van alles doen, maar dit programma waarvoor ik hier ben gekomen... is om te laten zien dat ook al doe je dingen, ook al maak je systeem, als men zich niet houdt aan het systeem, ook al staat het in de wet. Ja, als men zich niet houdt aan de wet, hebben we niets aan die wet. Maar die 6 maanden staat er. 6 maanden staat er. We hebben nu bekendmakingen, we hebben allerlei dingen. Dat betekent dat ons belangrijkste probleem nu is niet een individuele case, maar het gaat erom dat men zich moet houden aan de wet. Oké, okay. Ik moet u bedanken. Ik moet u echt bedanken. Ik ga afronden, maar dan wil ik wel zeggen. Als mevrouw Simons hierover wil nadenken om een werkend systeem te kunnen publiceren. Er moet iets zijn dat moet werken. Moet iets zijn. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, dank u wel. We gaan naar de volgende beller. Doe de volgende beller. Snel met de studio van DTV. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, goeiedag. Ja, u spreekt met Lucia. Lucia, zeg het maar. Ik ga een heel scherpe vraag stellen. Mm-hmm. En ik denk dat mevrouw Simons mij kwalijk zal nemen. U heeft 10 jaar gezeten. Dan vraag ik me af hoe dat komt. Dat er wetten worden gemaakt. En dat de wetten niet worden nageleefd tot heden 2003. Zachte heelmeesters maken stinken. Vaak genoeg. Zijn de intenties van de mensen die daar zitten, prima. Maar die uitvoering daarvan, daar schort het heel veel. Als we kijken wat we houden ervan om naar Nederland te kijken, toch? Misschien niet, maar goed. Als we kijken hoe Nederland zijn witten daartoe drijft om je te houden aan de wet, dan komen de sancties erbij. Er komen boetes erbij en dat wordt accuraat uitgevoerd, waardoor je een tweede en een derde keer niet zal maken om gekheid te halen. Ook de ministers die toen de tijd gezeten hebben, die zijn met een gouden handdruk de laan uitgestuurd, terwijl ze niet goed gepresteerd hebben. En u heeft 10 jaar daar gezeten, mevrouw, lieve mevrouw Simons. Waarom heeft u niet kunnen drukken om te zeggen, er gaan nu mensen koppen gaan rollen? Het is niet gebeurd. Okay. Want als dat was gebeurd, had vandaag de dag misschien NDP nog geweten. U heeft 10 jaar daar gezeten en u heeft niet op de hart met de hamer kunnen slaan om te zeggen van hallo, er zijn wetten gemaakt, die minister moet binnen 6 maanden reageren. En dat sluit ervoor, hallo, is de minister zo tof, zo machtig om zich niet te houden aan de 6 maanden reageren. Oké, mevrouw. Ja. Er kan daar niets aan gedaan worden. Ja. Sorry, maar ik ben daar niet zo tevreden mee. Mevrouw Lucia, dankjewel.
duidelijk dan. We gaan nog een beller nemen. Nee, ik wil wel antwoord geven. Ja. We gaan de ruimte geven, maar ik wil nog een beller direct nemen, anders zitten we aan de gang, of blijven we aan de gang. De volgende beller, als die binnen is. Mevrouw Lucia, dankjewel hoor. Ze is nog aan de lijn. Nee toch? Nee, ik zag iemand constant bellen. Ik wil die persoon de ruimte geven, dan gaan we echt afronden. Dus die persoon moet heel snel inkomen. Maar de vraag is duidelijk, waarom heeft mevrouw Simmans in die afgelopen tien jaar thuis, in de 10 jaar van de regering Bouters, zeg de mevrouw denk ik zo, waarom heeft u niet zaken kunnen bewerkstelligen, of tenminste laten doordrukken? Maar is die laatste persoon al aan de lijn? Kunnen we stoppen? Niet, ik ga geen telefoontjes meer nemen, mensen. Oké, goed. We gaan naar mevrouw Simmons. Ik denk dat wat die mevrouw bedoelt, is hoe het komt dat je als persoon of als parlementariër niet ervoor kan zorgen dat die regering doet wat je wil. Ja. Maar ik heb in het begin dat antwoord voor nu zelf ook gegeven. Hoewel die wetten hier zijn en iemand vroeg, kan het parlement niet afdwingen? Ik zeg nee, het parlement kan een motie aannemen. Het parlement kan stennis maken. Maar uiteindelijk is het die regering die het doet. Ja. En hoe dwingen we dan af? Hoe dwingen we af dat mensen zich houden aan de wet? Dan komen we bij PG, bij de rechter. En we hebben een paar ministers gehad. En als die mevrouw het parlement volgde, ik weet niet of ze dat deed, dan zal ze hebben gemerkt dat vanuit het parlement, zowel oppositie als coalitie, vaak kritiek is geleverd en druk is uitgeoefend. En bepaalde ministers hun koppen hebben gerold. Ze zijn afgevoerd. En wanneer je corruptie wil bestrijden, systematisch, dan kan je natuurlijk achter elkaar ministers hun koppen laten rollen. Maar wanneer je in dat systeem zit en je ziet wat er gebeurt, wat precies die gaten zijn en die problemen, waarom ministers of wie dan ook de kans krijgen om dingen te doen, dan doe je in feite, althans dat nu na 3-4 jaar denk je van, je denkt dat je het land een betere dienst bewijst door wetgeving te maken die al deze dingen gaat tegenhouden. Ja. Want je kan natuurlijk achter die ministers rennen. En dan komt de volgende en de volgende en de volgende. Dat hebben we 30, 40 jaar gezien onder alle regeringen. Dus wat ik altijd probeer te doen is een oplossing te vinden voor het vraagstuk. De anticorruptiewet is daar. Deze wetten wat ik net heb besproken zijn daar. Alleen word ik dan nu met het volgende vraagstuk geconfronteerd. En om eerlijk te zijn heb ik het al vaker geconstateerd dat in Suriname men zich niet altijd aan wetten houdt. Mm-hmm. Maar het is wel heel veel erger geworden in de afgelopen 3 jaar. En wanneer het gaat over zaken die zo gevoelig liggen als grond, en dat hebben we dus uiteindelijk in 2019 die laatste gemaakt, dan betekent het dat als we die wet maken met de kennelijke bedoeling om te helpen die transparantie te bewerkstelligen, en men legt die wet gewoon naast. Er ontstaan heel wat problemen. En ondanks er zoveel grondproblemen zijn, legt men die wet naast zich neer. Dan is het leuk dat je zegt van, nou, ik vind als burger, mevrouw Simmons had meer moeten doen. Mm-hmm. Dat kan en dat mag je vinden. Wanneer je zit in het systeem en je kijkt ernaar en wat moet je doen om zaken te verbeteren, ik zeg, dan moet je wetgeving maken. Je moet wel die dingen aan de orde stellen in het parlement, dat hebben we ook gedaan. Ministers, regeringen hebben hun maatregelen genomen, ministers hebben hun baan verloren, noem maar op. Maar het is niet voldoende, omdat dat het vraagstuk niet oplost. Wat lost het vraagstuk op? Je moet eerst wetten maken. En het tweede wat moet gebeuren is dat nu die druk moet worden uitgeoefend, dat die regering zich ook houdt aan die wetten. Dat is wat je kan doen. Oké. We gaan afsluiten vanuit deze plek, mevrouw Simmons. Ik heb nog een vraag, ik weet niet, heel kort hoor, heel kort eroverheen gaan. Het kopen van deze huizen is wat moeilijk. Het kopen van deze huizen is wat moeilijk is voor de burgers. Waarom vooral in deze tijd? Ik kan eerder een bakkaplanga bouwen en daarna rustig verder bouwen. Kunt u de vraag ergens plaatsen? Ja, dus wat die meneer bedoelt in het verlengde van die vorige vraag, dat je mensen grond moet geven. Ja. Mijn antwoord is tweeledig. Ik heb vroeger met zogenaamde krakers in Kommerwijn, ik weet niet of je dat ding herinnert, waarbij meneer Somohadjo huizen van mensen had laten platmaken. Omdat ze, ik geloof dat Richelieu daar moet komen. Mm-hmm. Occupanten. Maar daar heb ik inderdaad gezien dat er mensen zijn die een stukje grond nemen. En ze gaan werkelijk
alles de mandak en daar grond voet uit tapoe. Ja. Ze zetten iets erop. Een bakkaplanga? Niet eens bakkaplanga. Ik heb meegemaakt hoe een man met zijn vrouw in een soort afdakje gingen wonen. Wow. Alleen om elke cent in stenen ja. en zo te stoppen. Dus dat komt inderdaad voor. Maar dat zijn die mensen, die zijn een bepaald type mensen. Die krakers zijn een bepaald type mensen, mm-hmm. die occupanten. Ze nemen een actie om dat te gaan doen. Mm-hmm. Wanneer mensen eigenlijk zitten in de overheidsprojecten, toch? En vier gezinnen wonen in zo'n huis, drie generaties, en kiezen grond. Vaak zijn die mensen helemaal niet in staat om uit die situatie waarin ze daar zitten, te gaan naar die grond. Mm-hmm. En wat voor bakkaplangen dan ook te slaan. Ik heb situaties meegemaakt waar mensen een stukje grond kregen. En ze moeten 700 gulden betalen. Hoe noemen ze dat ding? Ontsluitingskosten ja. of landmeter. Ik heb situaties meegemaakt waar men die 700 gulden niet kan opbrengen. Dus ik heb met harde hand geleerd, wat ik hier zeg is niet een mening van mij. Ja. Ik heb het gezien. En die meneer hoort misschien tot een groep die dat zou kunnen. Er zijn, ik heb gezegd 10% ongeveer, mijn observatie. We hebben grond gegeven aan mensen. Omdat er niet genoeg huizen waren. Er ging vooral een heleboel grond uitgegeven aan burgers. Maar ik heb gezien, zelfs mensen met een baan. Ja, dat is moeilijk. Dat proces van ik heb een stukje grond en al die stappen te zetten om een goedgekeurde woning te bouwen ja. enzovoort. Sommigen worden belazerd door aannemers, allerlei dingen. Om te komen tot het punt, ik heb een huisje. Ik heb niet veel gezien. De krakers, de occupanten, die hebben me een ander verhaal laten zien. Maar dat is een speciale groep mensen. Ja. Ze hebben een actieve stap genomen. Ja, ja, ik vind ik het niet goed. Ja. Maar het is een speciale soort groep mensen die dat doet. En dus ik begrijp die meneer en ik begrijp iedereen die denkt van ik zou iets kunnen slaan. Daarom hebben wij gezegd in het woningbouwfonds ook mensen die zelf willen bouwen. Mm-hmm. Hele kleine groeiwoningen die de staat ter beschikking moet stellen, die tekeningen. Laat ze zelf bouwen, hoe klein ook. Maar toch ga je moeten bouwen en het gaat een huisje moeten zijn. Ja. En... die mogelijkheden zijn in die wet geopend. Voor de meest eenvoudige kleine woningen. Dat mensen mogen opgeven dat ze zelf gaan bouwen. Okay. Maar in het algemeen genomen zie je dat een heleboel mensen daar niet in slagen. Ze verkopen uiteindelijk die grond. Ja. Voor een appel en een Eva. Ja. Nou, dan zitten ze weer in hetzelfde vraagstuk. Oké. Okay. Ik moet u bedanken, mevrouw Simons, voor het willen komen naar de studio. Was mij een genoegen. En ik geloof tenminste niet begreep Asani. Dus ik hoop ook dat de mensen thuis het begrepen hebben. Zeker op die minister. Laat die minister die wetten lezen, want zij gaat in problemen komen. Inderdaad. Dankjewel voor het willen komen. Ja. Mooi, en zo hebben wij gesproken met mevrouw Simons. Helderheid heeft ze dus daar gebracht wanneer het gaat om dat van Grontori. Iedereen zit er mee, vooral met de vele corruptiegevallen. We hopen dat de zaken nu duidelijk zijn voor jullie, voor mij althans nu al. En ik geloof ook voor jullie. We gaan eruit. Ik ben Gerald Harderwijk. Bedankt voor het willen kijken. Roberto Ormskerk heeft de techniek gedaan. We zijn er later weer met meer nieuws op DTV. Tot dan.